Dat is hem. Ik heb, denk ik, een hele goede prestatie neer kunnen zetten in 2017. Ik heb dus al mijn kwalificatiewedstrijden kunnen winnen of hoog in de prijs kunnen komen. Op basis daarvan denk ik dat ik dit heb gekregen. Normaal gesproken krijgen Nederlands kampioenen of Europees of wereldkampioenen de prijs. Poublon werd geen van allen, maar kreeg hem toch. Het heeft misschien wat te maken met het feit dat hij 70 is en onverstoorbaar bezig is met zijn sport. Ja. Het is een manier van leven. Mm-hmm. Daar haal ik al mijn kracht en energie uit. Ook omdat ik zeg maar een mindere jeugd heb gehad. En ik voel me daar heel erg sterk bij als ik de sport ga beoefenen. 10 jaar geleden, toen hij nog 60 was, dacht Poublon na 25 jaar les te hebben gegeven de sport maar even op topniveau uit te proberen. Geen verkeerde keus dus. Maar naast de taekwondo-stijlwedstrijden gaat zijn hart ook nog steeds uit naar het lesgeven. Wat voor leraar is hij? Rustig, vooral heel erg rustig. Weet je, soms heb je een beetje mensen die heel erg aanwezig zijn. Maar meester Bob die, is eigenlijk altijd heel stil, kijkt goed. Hoe bijzonder is het dat hij dit nog zo doet op dit niveau? Ik vind het vrij ongewoon, dus heel bijzonder. Ja, ik ben nu 21 en ik begin nu ook al de pijntjes te voelen van ouder worden natuurlijk. En als je dat op je 70ste nog kan, dan vind ik het natuurlijk geweldig. Hoe oud voelt u zich? Eerlijk te zijn, zo tussen de 20 en 30. Echt waar? Ja. Hoe lang gaat u ermee door? Totdat ik doodgaat. Gewoon door blijven gaan. Ja? Ja. U sterft het liefst in het harnas ook? Ik denk het wel, ja.